Om bestuursleden van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, beter inzicht te geven over de werkwijze van journalisten, is er een driedaagse mediatraining verzorgd. Deze training had ook ten doel een strategisch plan samen te stellen over hoe de bestuursleden zo efficiënt mogelijk met de media kunnen omgaan. Conceptadviseur Eurita Chanawai zegt dat deze training niet alleen de bestuursleden ten goede komt, maar ook de journalisten, omdat er aan een beter beeld over de werkwijze van de journalisten bij de leden wordt gewerkt. Dat uiteindelijk moet leiden tot het vergemakkelijken van de communicatiestroom. Het is niet de bedoeling dat de journalisten het traditioneel gezag ondermijnen. En ook niet dat het traditioneel gezag een ander beeld heeft van de media. Er moet balans in zitten, meent Chanawai. Met deze training kan de FITS op een bepaalde... Kijk, er komt in ieder geval meer begrip. Want dat hebben we gezien. De voorzitter heeft laten zien dat ze nu een beetje meer begrijpt waarom journalisten werken zoals ze werken. Waarom mediawerkers de dingen doen die ze doen. En niet altijd was daar evenveel begrip voor, maar dat is ook omdat het niet duidelijk was hoe ze werken en waarom ze doen wat ze doen. Ze kwamen overal een beetje vrijpostig tegenover de voorzitter, omdat ze een traditioneel gezag is en op een bepaalde manier behandeld wil worden. Dus ik denk dat er nu een beetje meer begrip is voor de media en ook dat de FITS nu een manier heeft kunnen bedenken samen met ons die de training verzorgen, om te bekijken van hoe kunnen we het beste met de media samenwerken om onze case te presenteren. FITS-voorzitter Muriel Fernandes voegt eraan toe dat deze training de rol die de media inneemt in het verspreiden van nieuws heeft verduidelijkt. Fernandes vindt het belangrijk te benadrukken dat er vanuit weerskanten rekening wordt gehouden met het hiërarchie van het traditioneel gezag. Taiwan journalist benader me, dan me koppel terug bakken. Me noem antaki, oké, okay, me kan staan interview af. Me gi natuurlijk, me abba ruimte. Voor tak nanga abba stuur, voor fit staki luku. Bijvoorbeeld EBC of one mediahuis benader me, voor tak bijvoorbeeld over klimaatverandering. Toch? Van abba stuur is geen. Sana de belangrijke tories aan me kan taki. If den gi mi goedkeuren, maar if den no gi mi goedkeuren, taki luku voorzitter in af tak abratori dati, want alles ma sheng of u senden sanigo de kan luku sa de ap van odu. Dus eigenlijk unu systeem van we uroko binnen a bestuur dat na un traditioneel fasi van we uroko, na collectief wet ek wan besluit, a goedkeuren ek go binnen a bestuur, fos mi konanga wan steek want na doro. Maar anno deso taki mi lek voorzitter omdat de benader mi, dat direct me kan geven ja antwoord dat ik oké, ik ga in op uw interview. Dus dat nog kan. Dat aan de afwassing van FITS Euroco. De voorzitter stelt dat deze training vooral ook heeft bijgedragen aan het creëren van bewustwording naar de bestuursleden toe. De vaardigheden die zijn aangeleerd zullen in de praktijk worden meegenomen, meent Fernandes.